Vandaag gaan vanuit Zuidoost-Brabant Bertwin van Dinter, die stelt zichzelf dadelijk even voor, en ik, Pieter Goossens vanuit de metropoolregio Eindhoven, coördinator in de samenwerking van binnen de Omgevingswet in Zuidoost-Brabant. Wij twee gaan van alles vertellen hoe het afgelopen half jaar ons is vergaan met betrekking tot toezicht en handhaving. Nou, ik mag de samenwerking coördineren bij ons in Zuidoost-Brabant. Maar samen met Bertwin doen wij even, vullen wij het komend uur. Dus Bertwin, moet jij even voorstellen? Ja, dankjewel Pieter. Ik ben werkzaam bij de Omgeving Zuidoost-Brabant, de OTSOP, in Zuidoost-Brabant. En ik ben daar ja, als beleidsadviseur werkzaam, ook met de toezicht en handhaving. Daarnaast het projectleiderschap heb ik ook. Daarom betrokken bij dit project, dit mooie regionale project wat we hebben mogen draaien voor de regio. In januari is het zover gereed gekomen, dus daar willen we graag over vertellen. Maar inderdaad, voordat we beginnen op de inhoud, is het denk ik goed dat Pieter eerst de aftrap doet over ja, hoe zit die samenwerking nu eigenlijk in elkaar. Dus Pieter, nu alweer het woord. Dat ga ik doen. Daarvoor, zoals de hele dag al gebruikelijk is, ga ik even een paar sheets met jullie delen. En daar ben ik nou aan het proberen. En als het goed is dat gelukt. En als het goed is, dan zien jullie nou Spakeldag en links onderin onze twee namen. Pieter Goos is net zoals voorgesteld, Bertwin. Wat ik even wil doen, is met jullie terug naar het verleden. Waar komen wij vandaan? En uiteindelijk steeds meer toegespitst op toezicht en handhaving, waar we het zo dadelijk over gaan hebben. Nou, we hebben 2, 3 jaar geleden, toen de Omgevingswet kwam en werd vastgesteld, geconstateerd toch wel dat we regionaal zouden moeten samenwerken met tal van ketenpartners bij ons in Zuidoost-Brabant. Dit hebben we herbevestigd medio vorig jaar door bij alle gemeentesecretarissen nog eens langs te gaan. Zijn we het daar allemaal mee eens en doen wij de goede en de juiste dingen? Intussen was Bertwin ook bezig met afspraken te formuleren rondom toezicht en handhaving. En waar wij dus het komend half jaar en het komend jaar eigenlijk mee doende moeten, is dat we dan ook daadwerkelijk gaan oefenen en het ook gaan inregelen, alle afspraken die wij gemaakt hebben. Nou, als we kijken naar het verleden, nogmaals, hè, we constateerden van, we zullen toch echt wel met elkaar op moeten trekken. Dan zie je ook, hè, naast het ruimtelijk domein in de vorige ruimtelijke wetgeving, zien we nadrukkelijk het sociaal domein terugkomen. En zodoende ook dat wij samen met ook de veiligheidsregio, met de GGD, met de provincie, met 2 waterschappen hebben wij in Zuidoost-Brabant en de 21 gemeenten, we hebben 21 gemeenten groot, hebben we de samenwerking opgezocht. En we hebben dat ook laten bekrachtigen overal. Dus we zijn bij alle 21 colleges, hebben wij een voorstel gedaan van zullen wij met z'n allen samen optrekken in die omgevingswet en daar waar we elkaar nodig hebben, dat we daar ook samen opdrachten uitvoeren. Nou, uiteindelijk dient dat dan ook in een structuur gegoten te worden, dat zie je dan ook. We hebben een stuurgroep geformeerd. Daar zitten de directeuren van de 3 gemeenschappelijke regelingen in. Hè? Dus de GGD, OTSOP en de Veiligheidsregio. Maar ook Watergraaf. En 3 bestuurders vanuit de algemene besturen van die 3 gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast hebben we een kopgroep en dat is meer ons dagelijks bestuur. Die geven ons opdracht en die zorgen ervoor dat de handjes voor zover dat kan ook erbij worden gezet. En daaronder hangt een ambtelijk projectteam wat alle werkzaamheden moet uitvoeren. Nou, voor welke werkzaamheden hebben we het dan? Dit is zo'n plaatje wat je eigenlijk nooit mag doen in PowerPoint, hè, want het is veel te veel tekst en noem maar op. Maar toch doen wij dat, want dit is elke keer de verzamelplaat van waar wij in Zuidoost-Brabant mee bezig zijn. Overigens wetende dat we dat natuurlijk niet overal in heel Nederland op deze manier hebben georganiseerd. Dat is ook de reden dat wij nou even op het podium klimmen. Zo doen we dat in Zuidoost-Brabant. En dadelijk uiteindelijk met een Mentimeter gaan we even jullie bestoken met wat vragen. En dan hebben we wat meer interactie hopelijk. Aan de andere kant, als ik de 1 te vlug ga of 2 dingen zeg die totaal niet te begrijpen zijn, dan springt er gelijk in. Want dan reageren wij er gelijk op. Maar als je dit zo ziet, we hebben een afbakening gedaan met het werkprogramma wat we gezamenlijk doen. In 1, het moet relevant zijn voor alle partners.
En het moet van toegevoegde waarde zijn. Maar vooral die eerste, het moet relevant zijn voor alle partners. Want op het moment dat je iets gaat doen met twee gemeenten onderling, of de OTSOP met de 21 gemeenten, dat hebben we ergens anders gelaten. Zo hebben wij bijvoorbeeld regionaal powerbrowser ingekocht. En dat hoort niet bij dit programma. En waarom niet? Omdat de GGD en de veiligheidsregio, die zijn daar niet bij, ja, die hebben dat programma niet. Om maar even een voorbeeld te noemen. Nou, dit hele scala aan paarse druppels, zoals je hier zo ziet, dat is waar wij ons regionaal onszelf druk mee maken. Ik ga ze niet allemaal langslopen, maar je ziet in het midden zo'n politieuniformpje met toezicht en handhaving. En dat is waar we ons vandaag even op focussen. En dan kom ik even bij het heden. En dan geef ik toch even jou het woord, Bertwin. Ja, ik weet niet of er op dit moment vragen zijn. Tot nu toe het verhaal van Pieter. Het ging met name over de inhoud van hoe we tot zover zijn gekomen. Ja, ik ga gewoon even verder. Maar mochten er vragen zijn, stel ze gewoon via de chat. Of doe even de microfoon open. Helemaal geen probleem, we hebben tijd genoeg. Ja, ik ben betrokken bij dit project, of ja, bij de regionale samenwerking. Dat was in het voorjaar van 2021. Dat was eigenlijk een reden daarvoor was dat ik bij de OTSOP, bij de Omgevingsdienst, destijds ook betrokken was bij het opstellen van de processen. Welke processen hebben we het dan over? Dat zijn de toezicht- en handhavingsprocessen. Ja, en dat was destijds nodig omdat we dachten al heel snel met het programma aan de slag te kunnen. Het programma wat Pieter zojuist noemde, hè, van Genetics Power Browser. Om maar inderdaad in de toekomst zeg maar zeker te zijn dat we een goed werkend systeem hadden. Wat die processen zeg maar aankon. Nou, dat is in 2020 geweest. Dat ging eigenlijk best goed. Alle teams bij betrokken van onze organisatie. En vooral gekeken van, ja, wat heb je nodig als toezichthouder? En meneer Schakel, je bent een ketenpartner, maar vooral ook intern. Wat zijn de dingen die jij nodig hebt of die jij doet in je werk? Vooral natuurlijk nog gefocust op de WABO en activiteiten, dat soort zaken, met name voor milieu dan. Maar ook andere toezichtssporen namen eraan deel. Dat was het startpunt. Nou, daarna inderdaad is gekeken van hoe kunnen we dat regionaal maken? Hoe kunnen we daar afspraken over maken met de ketenpartners? Want ja, goed, die hebben ook daarmee te maken. Onder de omgevingswet ja, moeten we gewoon meer samen gaan werken. En dat willen we graag wel op een eenduidige manier dan doen. Hè? Het moet wel in lijn zijn met de omgevingswet, maar het moet ook eenduidig zijn, omdat we ook samen moeten kunnen werken. We wilden graag, niet zozeer alleen in het veld al, maar ook digitaal, toch die handschoen oppakken om samen te gaan werken. Dat heeft geresulteerd in het feit dat we nu op dit moment, heb ik zojuist begrepen, er eigenlijk naartoe streven dat zowel de gemeenten als de provincie, hè, dat hoort ook bij de samenwerking natuurlijk, als wel de veiligheidsregio en misschien zelfs in de toekomst waterschap, ook in ons systeem kan kijken. Dus dat we informatie heel direct kunnen uitwisselen met elkaar of in kunnen zien. Nou, dan is het ook heel makkelijk soms om te zien van, hey, ik ben als veiligheidsregio medewerker of als partner in ieder geval, ben ik aan zet nu. Ik moet nu mijn steentje bijdragen en mijn inhoud leveren. Allemaal inderdaad met de gedachte om richting de klant, richting de bedrijven, eenduidig te kunnen optreden. En ook op dezelfde mond te praten, vooral om dus inderdaad informatie uit te kunnen wisselen. Daar heb je standaard producten voor nodig, daar hebben we aan gewerkt. De basis waren 6 zaaktypen, zaaktypen die landelijk zijn opgesteld. En voor controle, voor toezicht en handhaving was dat controle uitvoeren, incidentmelding behandelen, ofwel het klachtenproces, en 4 juridische processen, handhavingsbesluit nemen, last onder dwangsom en bestuursdwang uitvoer leggen en handhavingsverzoek behandelen. Dus daar zijn we mee in de slag gegaan. En ik zeg niet dat het laatste zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat er misschien ook wel eens nog wat processen bij komen met betrekking tot strafrecht. Want ook vooral op dat gebied ja, ontbreekt er nog het een en ander. Ook onze BOA's moeten eigenlijk met hetzelfde systeem kunnen werken. En ook BOA's van bijvoorbeeld het waterschap. Dus dat is iets wat misschien nog in het vat zit, waar ik wel mijn eigen hart voor wil maken. Want ik vind, het moet eigenlijk op de hele linie beter gaan werken. Dus dat is misschien nog iets wat volgt.
Maar dus, uiteindelijk dus, het doel was dus, of is, eenduidige processen in lijn met de omgevingswet. En de basis waren dus die landelijke zaaktypen. Ja, we hebben het geheel omvat in een samenwerkingsdocument. Dat samenwerkingsdocument ja, dat bestaat dus uit processen. En die processen die zijn dus, ja, hoe hebben wij ons eigen daarop voorbereid? Met name dus de informatie vanuit de wikis van bijvoorbeeld aan de slag met de omgevingswet. Maar ook die in Power Browser zijn opgenomen. Alleen die vonden wij heel complex, die processen. Voor die verschillende zaaktypen. Dus hebben wij gekeken van wat hebben wij nou eigenlijk zelf echt nodig? En waar liggen die verbindingen ook tussen de ketenpartners? Wanneer gaat een werkverdeler of een toezichthouder schakelen? Wanneer is dat nodig? En daar hebben we naar gekeken. Daar hebben we een proces proberen te verwerken. Ja, het proces wordt dadelijk één op één in Power Browser ingelezen. Dat is in ieder geval onze wens. Maar goed, dat we inderdaad dat op papier hebben in het schema. Dat is een duidelijk overzicht. Daar horen dan instructies bij. Dus wat gebeurt er bij welke processtap? En dat is dus uitgeschreven in instructies. En we hebben ook een paar schablonen opgesteld. Dus een, bijvoorbeeld een controlebrief. En volgens mij van nemen last onder dwangsom hebben wij ook al omgevingswetproef gemaakt. En die kunnen dus ook alle deelnemers gebruiken. Nou, het zit allemaal in het samenwerkingsdocument met nog wat extra informatie over ja, wat is onze basis. Bijvoorbeeld de landelijke handhavenstrategie. Maar ook bestuurlijke sensitiviteit, dat soort dingetjes hebben we toch ook zeker wel wat informatie over opgenomen. Het is wel een redelijk, ja, het is eigenlijk een praktisch document. Het is een document wat, ja, wat denk ik ook toezichthouders en handhavers wel aanstaat. Tenminste, dat is mijn beleving. Je kunt het redelijk makkelijk lezen, denk ik, en goed volgen. Tenminste, zo is het in ieder geval wel de reacties, zijn de reacties zoals we die nu hebben ervaren. Dat mag naar de volgende sheet, Pieter. Dan is het wel natuurlijk zo van, nou ja, je hebt dan misschien wel een mooi kapstok. Maar ja, hoe werkt het in de praktijk? Dus we zijn nog niet klaar. En ook voor vergunningverlening heeft het proces plaatsgevonden. Zijn er ook samenwerkingsafspraken gemaakt. Maar dan zijn we al aan het oefenen en inregelen. Dus dan zijn we al aan het kijken van, ja, we hebben een proces, maar werkt het proces ook in de praktijk? En dat willen we ook gaan doen voor toezicht en handhaving. Dus dat inregelen en oefenen van die samenwerkingsafspraken, nou, daar gaan we dit jaar mee aan de slag. De zaken die via DSO binnenkomen, die zullen straks ook op die wijze behandeld worden. Dat zijn met name de aanvragen. Maar heel veel andere dingen, ja, die moeten straks gewoon in de systemen plaatsvinden. Dat moet allemaal wel werken aan elkaar aansluiten. Dus daar zijn we nog mee aan de slag. Dat zal met name zijn op basis van casussen, oefenen met casussen. Waar loop je als gemeente bijvoorbeeld tegenaan? Als waterschap, wat dan ook. Dus daar gaan we nog mee oefenen. Daar zijn we een trekker voor aan het zoeken. Daar zal misschien Pieter daar nog even iets over zeggen. En natuurlijk is het belangrijk om te blijven evalueren. We hebben afgesproken, werkt dat ook naar de toekomst toe? We zullen nog heel veel dingen tegenkomen die waarschijnlijk niet goed werken. Waar we nog echt iets mee moeten. Maar we hebben nu alvast een startpunt. Ja. Ja, precies. En is het daarmee één grote succesformule? Nee, absoluut niet. Want het is goed om samen afspraken te maken. Helder, natuurlijk, dat moet je doen. Maar vervolgens moet het ook bij iedereen ingeregeld worden. Dus elke organisatie zelf zal moeten zorgen dat het in de eigen organisatie ook ingebed is. Dus bij onze 21 gemeentes, bij de waterschappen, bij de OTSOP zelf. Maar ook bij de GGD en de veiligheidsregio. En dat loopt natuurlijk niet vanzelf. En dan loop je toch tegen het fenomeen aan. En dat denk ik dat het bij iedereen hier aanwezig wel herkenbaar is. Het capaciteitsvraagstuk. Want we lopen over in de activiteiten die wij moeten doen. Waar dit er één van is. En dan zie je dat het ineens wat stroever loopt dan het formuleren van afspraken en het maken van schema's. Want dan moet het letterlijk door te oefenen ingeregeld worden en mogelijk ook aangepast. En dat is natuurlijk altijd wel een, dat zien we bij al onze opdrachten, lopen we daar tegenaan. En dan is het allerbelangrijkste om in het echt te oefenen. Desalniettemin is dit wel natuurlijk een hele belangrijke stap, want wil je in het echt gewoon oefenen, zul je wel eerst moeten weten van wat zijn dan die spelregels. Nou, die hebben we dan al opgesteld. Wat we nu hebben gedaan, we hebben een paar vragen voor jullie geformuleerd via Mentimeter, dus dat is menti.com. Dus ik ga even deze
deze presentatie even stoppen met delen. Met de vraag of jullie naar menti.com willen gaan. En als het goed is... Oh, daar had ik natuurlijk net even die QR-code moeten houden. Ja, zie ik Ingrid. Ik ga weer terug naar het screen. Dat is sneller, ja. Dus als het goed is, hebben jullie nou weer die Menti. Dus dan kun je die QR-code scannen. Volgens mij kom je dan hopelijk bij de juiste vragen. Maar die ga ik dadelijk ook, want daarom moet ik even deze dadelijk wel sluiten. Want ik moet even weer naar een andere presentatie om naar de Menti-presentatie te gaan. Dus voor degenen die het via de QR-code doen, die hebben hem nou kunnen scannen. En anders noem ik dadelijk nog even de code die je moet intoetsen als je bij www.menti.com gaat. Dus ik ga nou wel stoppen. En dan ga ik de andere presentatie openen. En dan zie ik al dat die al... kijk, bij sommigen werkt het al. En die ga ik nou weer, delen. En dan zie je ook de code voor degenen die dus niet hebben kunnen werken met de QR. Dan zie je als het goed is nou de vraag van wordt er in jouw regio met de ketenpartners al samengewerkt. En degene die dus niet met die QR-code hebben kunnen werken, dan zie je dat de code is 8179-1424. Als je die intoetst, dan kom je ook bij de Mentimeter vragen uit om in te vullen. Ik kom nog steeds op. Ik zie in ieder geval dat 37 mensen is het gelukt. Ik heb nu geen idee hoeveel dat we nou in de call zitten, maar ik denk dat het grotendeels is het dus gelukt. Volgens mij rond de 80, ja. Dan wachten we nog even. Hij loopt nou niet meer op. Als er, dat betekent dat heel veel mensen niet in de Mentimeter konden of... Ja. Als het niet lukt, laat maar even weten. Hè? Dan kijken we even mee. Nou, er wordt in ieder geval heel veel samengewerkt. Lijkt het op, Pieter? Ja, dat sowieso is het... Er zijn wel twee die antwoorden nee, gewoon niet. Niet zozeer van waarom niet, maar leidt dat op dit moment al tot problemen, is de vraag die ik dan mezelf stel. Dus wellicht zou degene die waar het gewoon niet is, even kunnen melden of het wel of niet tot problemen leidt. Of dat het dus echt een aandachtspunt is in de eigen regio, of dat het op een andere manier is opgelost. Want dat is voor ons ook weer interessant. Ik weet niet, volgens mij hoeft diegene die dat heeft ingevuld, die hoeft alleen maar even de microfoon aan te zetten en dat te zeggen. Eén van de twee. Hi, ik met Sjaker van der Waal van de DCMR. In mijn beleving gebeurt het in onze regio helemaal niet zo heel erg. Maar goed, ja, in deze fase merk je ook niet zoveel van het voorbereiden voor de omgevingswet. Nee. Ja, maar zijn jullie er dan uiteindelijk tegen die tijd dat het uiteindelijk wel in werking treedt, klaar voor? Daar gaat men wel vanuit, ja. Er zijn wel processen gaande natuurlijk. En we hebben hier volop de tijd, dus dat scheelt ook wel. Ja, dat is wel inderdaad zo. Het is nog een langdurig traject toch wel, hoor. Want om allemaal de neus dezelfde kant uit te krijgen. En we zitten natuurlijk met best veel partners rond de tafel. En als je bijvoorbeeld kijkt, ook provincies, een van onze, moet ik zeggen, die zitten zeg maar ook in het traject. En uiteindelijk is dat misschien een hele mooie partner om te kijken van hoe gaat het in andere regio's van Brabant. Maar inderdaad, om die systemen goed op elkaar af te stemmen, dat kan tijd kosten. Maar het ligt ook weer aan het systeem, het ligt ook aan de afspraken die je hebt gemaakt met de leverancier. Maar in ons geval is het in ieder geval wel een redelijk lang traject. En dan is het wel fijn als je zeg maar, dus al het proces op elkaar hebt afgestemd, laat ik het zo zeggen. Ja.
Ja, klopt. Want ook het traject om het maken van afspraken, dat ging ook niet over een paar weken. Ik zie trouwens iets van Tess, maar die heb ik... ik denk als ik die open, dan zie je hem hier weer staan. Dus ik weet niet of jij iets in de chat ziet staan. Ja, dat is een chatvraag. Even kijken. Ik zie hier staan dat iemand zegt, de DCMR werkt zeker wel samen met waterschap, denk ik, en de gemeentes. En dan gaat het betrekken op indirecte lozingen. Dus dat is in ieder geval wat er eigenlijk gemeld wordt door DIA-BR. En dan hebben we Ingrid Kersten en die geeft aan, hoe gaat het in het echte samenwerken? Geven en nemen, water en wijn, et cetera, bij de integrale benadering. Ja, dat ja, een hele terechte, een hele goede vraag ook. In het geven en nemen zie je wel dat in Zuidoost-Brabant een traditie is ontstaan, maar dat weet Ingrid zelf ook, van dat samenwerken en het samen optrekken. En dat gaat niet vanzelf, nee zeker niet. Daarom is het ook zo'n goede vraag. Want we hebben bijvoorbeeld in Zuidoost-Brabant is die regio is ook weer opgesplitst in wat ze dan subregio's noemen. En dan heb je een stukje stedelijk gebied, je hebt de Kempen, je hebt de Peel. En aan de zuidkant van Eindhoven heb je drie gemeentes, die zijn samen de A2 gemeentes. Dat is Valkenswaard, Heesleen en Kranendonk. En dan zie je toch dat spanningsveld ook tussen stad, land, wat er gewoon is. En dit zie je ook terug in hoe we omgaan met de omgevingswet. Dat zie je ook terug in dat niet iedereen mee heeft gedaan met dat powerbrowser. Je ziet ook dat vooral de grote steden zoiets hebben van, ja, we maken regionaal wel afspraken. Maar we hebben het intern eigenlijk ook al moeilijk genoeg. Dus je kunt niet overal en met iedereen afspraken maken, want dan kun je ze ook vervolgens niet nakomen. Dus dan is groot zijn, ja, groot in de zin van 21 gemeenten en met heel veel partners, is dan ook direct een nadeel. Want dan is de onderhandeling ook gelijk met veel, veel meer partijen en veel meer mensen. En dat is echt wel een ding. En met hoe meer partners je bent, hoe makkelijker het is ook om even een stapje achteruit te doen in de hoop dat anderen die stap voorwaarts maken. Zoals Bertwin zojuist zei, we zoeken nog naar bij ons in Zuidoost-Brabant, naar iemand die dan verantwoordelijk is, zeg maar even wakker ligt, van het feit of wel of niet geoefend wordt met die afspraken, toezicht en handhaving. En vanuit dat oefenen ook daadwerkelijk ingeregeld wordt. Nou, er is niks zo makkelijk dan even hopen dat iemand anders zegt, dat wil ik wel doen. Nee, en dat zien we bij die andere klussen ook overal. Ja, en Ingrid vraagt ook eigenlijk met betrekking tot de uitvoering. Ja, dat is in principe wel ook een terechte vraag, want ja, daar start het eigenlijk vaak natuurlijk. Ja, als het daarover gaat, kan ik wel zeggen dat er in Zuidoost-Brabant steeds beter wordt samengewerkt. We hebben voor bijvoorbeeld het project Risicorelevante Bedrijven, daar ben ik zelf bij betrokken, hebben we ook een gezamenlijk uitvoeringsprogramma met de veiligheidsregio. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk de gezamenlijke, wat net ook al is aangegeven in DCMR-gebied, controles met het waterschap, indirecte lozingen, dat is volgens mij zelfs Brabant breed. Dus er is wel heel veel samenwerking, ja, alles kan beter, maar nou, daar is in Brabant al een lange traditie van samenwerken. Zelfs al bij Surfpunt Handhaving gezeten heel lang geleden. Het is iets wat al heel lang bestaat. De samenwerking is er wel. Op uitvoerend gebied, maar ook op beleidsmatig en bestuurlijk gebied. Dus ja, in dat opzicht, de basis is goed. Ja. En inderdaad, nu hebben we weer een hele nieuwe fase met de omgevingswet, met andere systemen. Dus ja, nou goed, dan moet soms het wiel toch weer opnieuw uitgevoerd worden. Ja. En leidt de chat nog tot nadere vraag, of moeten we naar de volgende vraag, Bertwin? We hebben ook een vraag van iPhone. Heeft een gemeente al contact gezocht met Rijkswaterstaat om toezichtafspraken te maken? Pieter, Rijkswaterstaat is inderdaad zeker op het uitvoerende gebied zeker ook een partner. Er wordt ook mee samengewerkt, dat moet ook. Maar op het gebied van de regionale samenwerking, denk ik, Pieter, is het geen directe partner, hè? Nee, dat klopt. En daar waar wij dadelijk, als we erachter komen dat dat een ontbrekend iets is, dan natuurlijk van harte welkom. Tot op heden hebben we het in de uitvoeringsorganisatie, zoals je een paar sheets geleden zag, is die zo opgetuigd. En daar zit op dit moment Rijkswaterstaat niet bij, nee. Ja, precies. En dan hebben we nog een vraag van Carrie van den Belt, een oud collega van mij. Kan het zijn dat we niet weten wie ketenpartners van elkaar zijn? Zo is de veiligheidsregio wel een ketenpartner zonder handhavende bevoegdheden. Gaat het nu om samenwerking of om
kettingaanpak? Ja, beide. Hè? Ik ben dan, mag mezelf de coördinator noemen van de samenwerking binnen de Omgevingswet. En dat gaat verder dan alleen maar vergunning, verlening, toezicht en handhaving. Dus dan gaat dat verder. Terwijl we vandaag in dit uur vooral focussen op toezicht en handhaving. Want dat is waarom dat we even op de zeepkist zijn geklommen. Omdat net een maand geleden Bertwin die afspraak heeft opgeleverd. En we dus nu richting dat oefenen gaan. Dus voor dit uur is de afbakening toezicht handhaving. Maar die hele samenwerking gaat echt beduidend verder dan dat. Ja, misschien ook een beetje in die lijn van Carrie Hardy in de vraag. Worden de samenwerkingsafspraken ook gebruikt bij het evalueren en doorontwikkelen van het VTH-beleid? Waaronder het risicogerichte toezicht houden. In principe is het een soort van kapstok of lijn van het proces dat we gaan volgen. En dat houdt ook in inderdaad het werk wat we doen in de uitvoering. Dus in principe hangt het wel met elkaar samen, maar er zijn inderdaad ook extra projecten of initiatieven nodig, ook onder de vlag van de provincie bijvoorbeeld, om het verder door te kunnen ontwikkelen. Hè. Zo zijn er inderdaad, maar kunnen ze niet allemaal opnoemen, maar dat zal er altijd wel bij betrokken moeten blijven worden. We kunnen niet alleen die samenwerkingsafspraken ervoor gebruiken. Die samenwerkingsprogramma's zijn voor de lijn en het oefenen en hoe wij straks casus, hè, als we een casus hebben, hoe we dan elkaar moeten gaan vinden onder de Omgevingswet. Maar we zullen zeker daarnaast ook nog voor VTH-beleid ons vast moeten houden aan bijvoorbeeld regionale kaders die we hebben afgesproken. Hè, zoals het ROC, zoals het bij ons heet, het regionaal operationeel kader, daar is het VTH-beleid op gestoeld. Dus dat zal zeker ook blijven bestaan en doorontwikkelen. Ja. Zullen we eens een nieuwe vraag stellen? Ja, dat is goed. Als mij dat lukt, hier volgende. Huppakee. De meesten hadden het al aangegeven van we werken wel samen. Maar met welke partners werkt jouw organisatie dan samen met betrekking tot toezicht en handhaving binnen de Omgevingswet? Ja. En dit is trouwens weer het ouderwets geeltjes plakken, maar dan digitaal. Antwoorden komen in beeld, dus geef misschien inspiratie. Maar flink wat antwoorden al, hè, Pieter? Ja, ik zie het, maar ik dacht dat ik naar beneden kon scrollen voor degene die de nieuwe antwoorden geven. Dat kan bij MS Teams wel. En nou zie ik niet hoe ik dat doe. Oké. Okay. Oh, nou ga ik allemaal naar de vorige vragen. Dus ik ga even weer terug. Mijn excuses. Als iemand weet hoe ik hier nou naar beneden kan scrollen, dan geef het maar even, want ik zou het niet weten. Ik weet het helaas ook niet. Je ziet wel dat ik met die muis eroverheen rol. Hè? Dus ik denk, ik laat jullie zien wat de latere indieners, wat die allemaal typen. Mm-hmm. Maar ja. Ik zou het niet weten. Jij ook niet, Bertwin? Het balkje zie ik hier in de chat. Van Sida. Het balkje. Hierboven is dit of zo. Ik denk, ja, dat ligt toch bij jou, denk ik. Heb je een scrollwieltje op je muis, Pieter? Ja, hey, dank je. Als je. Geregeld. Top. Ja. Dus ik ben nu aan het scrollen. Ja, dat werkt. Mooi. Ik zie politie. Nog even zien ze. Ja, veel vergelijkbaars. Ja. Ja, wij hebben daar bovenop ook nog de GGD, hè? We hebben de GGD, maar we hebben bijvoorbeeld niet in onze samenwerkingsorganisaties de politie niet.
En ik weet niet, Bertwin, of die in jouw schema, processchema opgevoerd zijn. Je bedoelt die horen bij de zaaktypes die we hebben gemaakt. Ja. Nou, kijk, in principe, een BOA doet voor een deel ook dat werk. Hè. Dus, ik heb al gezegd, hè, volgens mij van de strafrechtprocessen, daar moeten we nog iets mee. Dat hoort daar voor een deel in thuis, hè? Opsporing, procesverbaal opstellen, dat soort zaken. Mm-hmm. Daar moeten we nog mee aan de slag. Ja, precies. We werken wel samen uiteraard met de politie, alleen ja, die hebben nog niet, moet ik het zeggen, die zitten nog niet hier in het systeem, zeg maar. Die zitten nog niet in hetzelfde zaaksysteem, dat soort zaken. Mm-hmm. En het is de vraag of dat ooit gaat gebeuren, met betrekking tot de functie die ze hebben. Ja, precies. Zowel hier ook het terreinbeherende organisaties, daar zal hetzelfde voor gelden. Bijvoorbeeld, ja. Ja. En de Rijkswaterstaat, ja, we hebben het net al over gehad, hè. Die zit nog niet bij ons in de samenwerkingsorganisatie. Maar daar waar we wellicht in het werkelijk oefenen erachter komen dat we in heel veel gevallen we daar toch mee te maken hebben, nou dan trekken we die echt wel dichter bij onze organisatie. Het is niet dat we de mensen niet kennen. Nee, het is goed om even aan te geven, de GGD is natuurlijk wel aangesloten, maar die adviseren ons, vooral op het gebied van gezondheid, hè, natuurlijk zeker een belangrijk aspect van de Omgevingswet. Ja. Maar die hebben geen handhavende taken, of toezichthoudende taken in onze regio. Dus, daarom zijn ze niet aangehaakt bij deze proces. Nee, niet bij toezichthandhaving, maar natuurlijk bij de kerninstrumenten, omgevingsvisie, omgevingsplannen, noem maar op, en gezondheid en veiligheid. Uiteraard wel. En dat is ook de reden waarom dat ze 3 jaar geleden heel enthousiast waren in het toetreden tot deze samenwerking. En dat ook de directeuren daar een hele belangrijke voortrekkersrol in hebben genomen. Absoluut. En we hebben steeds een hele goede samenwerking. Dus we hebben ook heel veel sessies samen. We gaan vaak de hei op soms te zeggen. Hoe kunnen we elkaar nog beter en nog eenduidiger adviseren, uniformer. Maar niet in het systeem. Nee. Dan gaan we naar een volgende. Kijk, want iemand had het al gezien. Zijn er in jullie regio, dus van welke organisatie je dan ook bent, maar in jouw eigen regio, al keer een afspraak gemaakt rondom die toezicht en handhaving? Ik wil even snel een chatvraag nog gaan, Pieter. Oh, sorry. Ja. Dat even kijken. Kerry Hardy, als ik het goed zeg. Het document met de samenwerkingsafspraken is een mooi best practice. Het document is meestal het resultaat van een intensief traject. Kun je nog tips over het proces geven? De do's en don'ts om te komen tot werkbare samenwerkingsafspraken. Ja, misschien wel goed om even aan te geven dat ik best wel... ik had niet verwacht, laat ik zo zeggen, dat wij zo goed van start konden gaan. Want het was dat we nu ook een beetje met het oefenen en inregelen. Zeker maar de vraag of mensen enthousiast zouden reageren op het deelnemen aan de werkgroep. Nou, dat ging eigenlijk heel goed. Ik had eigenlijk heel snel van alle organisaties wel een contactpersoon. Heeft denk ik ook te maken met het feit dat mensen toch hier iets mee moeten. Hè? Dus we zullen die processen toch zelf ook op moeten stellen om daadwerkend te krijgen. Maar dat wil niet dat los daarvan is het wel fijn dat er enthousiast gereageerd werd. Wat belangrijk is dat mensen zoals Pieter Goossens in een soort van regionale samenwerking dit kunnen aanzwengelen en zeggen van, als we samen willen werken op een eenduidige manier, dat we elkaar kunnen vinden, straks ook in een nieuw systeem, maar ook gewoon in het veld onder de omgevingswet, waarin we meer moeten samenwerken, ja, dan moeten we gewoon elkaar gaan opzoeken en dat gewoon proberen voor elkaar te krijgen. Ja, dat was wel een hele goede basis, zeg maar, om dit te kunnen starten. Dan maakt het gewoon makkelijker. En iedereen zit in hetzelfde schuitje eigenlijk. Hè? Het was in het begin wel even koffiedik kijken, maar uiteindelijk toen het van start ging, dan was het eigenlijk heel snel beklonken en iedereen deed heel enthousiast mee. Dus, en gewoon als het gaat om hele praktische tips. We hebben dus gezocht in iemand die daar wakker van lag, een projecttrekker. Nou, dat werd Bertwin. We hebben ook iemand gehad die de opdrachtgever voor Bertwin wilde zijn. Dat was Jeroen Smarius, afdelingshoofd binnen de provincie. Heel belangrijk dat je dat ook hebt, hè? Dat je ook zo'n tandem kunt zijn dan. Wat ook belangrijk is, dat we pas gestart zijn op het moment dat we een werkgroep hadden. Dus dat Bertwin het niet alleen hoeft te doen, maar dat je een groep hebt van collega's waar je samen mee op kunt trekken.
En last but not least, we hebben het in de volgorde der tijd, hebben we een jaar eerder hebben hetzelfde traject gedaan voor vergunningverlening, voor de voorfase. En dat had goede resultaten opgeleverd. En daar gingen we ook al mee aan de slag met het daadwerkelijk oefenen. En in datzelfde, simultaan daaraan zijn we begonnen met dit traject. En ik denk dat dat wel, dat heeft geleid tot het feit dat we dat nou op papier hebben kunnen zetten. Dus ik denk dat dat wel praktische tips zijn. Even terug naar de vraag. Ik zie 50-50 ja en nee. En vooral een heel groot deel weet niet. Ik denk toch zelf, wil ik toch onderstrepen het belang van het wel al gewoon op papier zetten van afspraken. Want we hadden het straks in het begin even over van, we zijn nog niet aan het samenwerken. En straks dan treedt de wet in werking en dan zal het wel vlug gaan. Maar de ervaring leert dan ook dat je dan tegen zoveel dingen aanloopt, dat het toch handiger is dat je elkaar van tevoren al hebt opgezocht. Dus in ieder geval zijn wij heel blij met het feit dat we die wel al gemaakt hebben, die afspraken. Ja. Ja, vullend inderdaad. Er zijn heel veel organisaties ook al heel ver met het inregelen van het systeem zelf. En dat is ook heel goed en belangrijk. Daar zullen wij zelf ook nog echt wel aan moeten trekken. Mm-hmm. Maar dat je vooraf die afspraak alvast hebt, dat zal wel meehelpen. Dus dat je, dan gaat het denk ik straks wat soepeler, maar dat zullen we ervaren. Dus dat moeten we natuurlijk nog zien. Dat is allemaal niet gezegd, maar je weet niet van samen waar je het over hebt. Precies, ja. Gaan we nog een vraag. We hebben in totaal 7 vragen trouwens, dus dat valt op zich wel mee. We hebben 6 zaaktypes opgenomen in dat document. En daar heb ik even 2 sheets van gemaakt. En de vraag is dus aan jullie even, in hoeverre ben je het nou eens met per zaaktype dat we dat opnemen om afspraken met elkaar erover te maken? En dan kun je dus helemaal mee oneens zijn of helemaal mee eens of ertussenin. Als je het niet weet, als je daar geen mening over hebt, dan schuif je hem in het midden. En op dit moment is het heel duidelijk wat men ervan vindt. En hier is het ook geen goed of fout, maar we zijn reuze benieuwd naar jullie mening. Nog een vraag, Pieter. Waar vallen de toezichtsacties die geen controle zijn, bijvoorbeeld preventieve aanpak? In principe, we hebben daar wel over nagedacht. Misschien wel een goede vraag. Kijk, in principe is heel veel toch onder de controle uitvoeren aanpak te krijgen, zoals ze zeggen. Bijvoorbeeld een hercontrole is ook weer een controle. Dus die lijn van het proces, die volg je eigenlijk ongeveer hetzelfde. Je moet het eigenlijk zien om te begrijpen wat ik bedoel, maar je kunt het eigenlijk heel breed gebruiken. Ook als je bijvoorbeeld een klachtcontrole hebt, kun je ook eigenlijk weer de documenten gebruiken die we ook gebruiken bij het zaaktype controle uitvoeren. Dus we hadden echt gewoon, in ieder geval in onze regio, heel erg veel soorten van opdrachten, producten die we aanboden. Dat is ook nog een project van ons, de PDC, de producten dienstencatalogus. En dat wilden we ook terugbrengen. Dus dat was ook een van de redenen om hiermee in de slag te gaan. Dat is heel veel terug te brengen naar eigenlijk een aantal basisafspraken die dus in die zaaktypes zitten. En dan geldt bijvoorbeeld dan ook inderdaad van hoe wil je ergens naartoe gaan. Maar bijvoorbeeld echt beleid en zo, dat staat er wel even buiten. Dus hier kun je dus het veld mee ingaan met deze werkprocessen. Het is niet zozeer bedoeld voor het maken van bijvoorbeeld beleid. Nee, dat was ook de echte afbakening van jouw opdracht. Ja, dat is misschien wel tip 5. Gewoon zorg dat het goed afgebakend is, want anders neem je de hele wereld mee. En dat is net niet de bedoeling. Nee, precies. Ja. Nee. Dan gaan we naar die andere 3 zaaktypes die we hebben opgenomen. Dus er zijn de volgende 3. Ook weer daarom dezelfde vraag van in hoeverre ben jij het er mee eens dat we daar die afspraak hebben gemaakt, dat we dat hebben opgenomen in ons document.
Natuurlijk, als het niet helemaal duidelijk is, of als je zegt van ja, ik heb er nog een vraag over, of nou ja, wat bedoel je ermee, dan is dat ook altijd welkom via de chat of via de microfoon. Kijk, in principe zijn het dus inderdaad zaaktypes die gebruikt kunnen worden door alle betrokken ketenpartners. Hè? Het ligt natuurlijk ook aan wat de mandaatregel is, wat wij als ons op mogen doen. De waterschap is toch weer anders, die hebben ook weer een eigen bevoegdheid natuurlijk. Het ligt niet overal hetzelfde. Dus je hebt best wel een proces nodig wat breed gebruikt kan worden. Maar als er inderdaad door de ketenpartner gewerkt gaat worden aan die zaak, dan doen we het op die manier. Zo moet je het eigenlijk zien. En een handhavingsbesluit nemen, dat hangt natuurlijk samen met last onder dwangsom en last onder bestuursdwang. Want ja, dat handhavingsbesluit, dat is uiteindelijk natuurlijk wat eruit komt. Maar je zult hier en daar soms controles moeten doen. En dan heb je beide processen nodig. Dus de processen grijpen ook weer in elkaar. Ja. Maar de grote gemene deler is wel, we zitten toch behoorlijk aan de strongly agree kant. En dat gold eigenlijk voor alle zes de zaaktypes. Ja. Dan ga ik toch door naar de volgende. Kijk, dit is weer zo'n praktische vraag. Is het voor jou een interessant document om te hebben? Oftewel, zou je het willen hebben? En je hoeft geen sociaal wenselijk antwoord in te vullen. Het mag ook gewoon nee zijn, inderdaad. Dat is voor bedoeld, hè? Ja. Ja. En misschien dat iemand al wil reageren van, nou ja, ik heb er niet zo'n behoefte aan. Of dat mag, hè? Ik ga niemand uit de tent lokken, maar... Het is inderdaad gratis, Chris, uiteraard. Ja, sowieso. Wij zetten, want in de vorige sessie ging het over kennisnet of zoiets. En al hetgeen wat wij in Zuidoost-Brabant opleveren, dat dumpen wij daarin. En dat is voor iedereen beschikbaar. Wij gaan niks voor onszelf houden. Wij delen alles wat wij opleveren, dat delen we allemaal. Ja, het staat ook op de VNG-website al. Dus... Oh. Ja. Ja, dus daar is het ook al te halen. En waarschijnlijk gaat het misschien wel met de spullen mee als de schakeldag de filmpjes gaat versturen en weet ik veel wat allemaal. In ieder geval wij delen de stukken. In jouw presentatie zit een link, hè? Dus daar zou je zo op kunnen duwen. En ik kan iedereen het zo weer toesturen, dus heb je toch, ja, kun je het nergens vinden of kun je het toch niet geklikt krijgen, dan benader mij. Dus, ja, ja, ja. Want het grootste gedeelte vind ik toch wel interessant. Nou, dat is nu wel fijn om te horen. Ja, is lekker. Laatste vraag. Dan heb je dat document. En wat hoop je er dan mee te kunnen doen? En dit is weer wat we vroeger geeltjes plakken noemden. Graag, ja, wat kun je er dan mee? Wat hoop je er zelf mee te kunnen? Zelf een andere rust doen. Ja. Er is een opmerking van Nick Stap. Als adviseur heb je eigenlijk niets aan een dergelijk document. Tevens zou ik het ook niet kunnen gebruiken in mijn regio. Ja, ja, dat zou kunnen inderdaad. Kijk, in principe heeft niet iedereen iets aan het document. Op dit moment eigenlijk is het een basisdocument wat gebruikt kan worden. Je hebt de afspraken hier en de detaillering daar. Dus het is een eerste stap in een samenwerking van hey, we hebben ooit iets afgesproken om samen te gaan werken. Want dat doen wij graag, omdat dat gewoon moet ook vanuit de omgevingswet. Of dat het anders gewoon niet goed op elkaar past straks in de uitvoering en ook niet in het systeem.
Maar je zult er nog wel mee in de slag moeten, ja. Ja. Mm-hmm. En misschien zijn sommigen wel juist geïnteresseerd in, en dan zijn wij dadelijk aan het oefenen daarmee, en dan komen we tot omissies en blinde vlekken en ontbrekende partners. We noemden net Rijkswaterstaat al. Dat juist dat heel interessant is om dat nog ook, als wij dan een half jaar verder zijn, weer eens met iedereen te delen. Dat zou zomaar kunnen. Geen allerlaatste vraag, maar dat zou zomaar eens kunnen. Precies. Even kijken. Dus, ja. Heel veel verschillende antwoorden, mooi. Ja. Ja, maar voorbeeld als leidraad gebruiken, knippen, plakken en kijken waar je zelf nog niet aan gedacht hebt. En door te zetten binnen de eigen partners in de regio, dat drijft wel boven, hè? Het is in principe zo dat heel veel gemeentes natuurlijk, maar ook gewoon andere partners al aan de slag zijn geweest met die processen. Daar is het alleen bedoeld voor de verbindingen te leggen tussen de verschillende processen. Maar er zijn ook gemeentes bij die zeggen van ja, we hebben zoveel op ons bordje. Wij kunnen dit gewoon gebruiken als voor onze processen tussen ten handhaven dadelijk. Van dit zo willen wij, of misschien wel iets aangepast, maar in ieder geval dat willen we als basis gebruiken voor ons het vormgeven van processen. Dus ja, kijk, wij hebben het nodig, wij zullen het ook gaan gebruiken, maar voor een ander kan het inderdaad inspiratie zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja, en ik noemde straks al dat we zijn op gesprek geweest bij al onze gemeentesecretarissen. En daar werd al gezegd van, ja, we hebben nou anderhalf jaar heel veel op proces zijn we elkaar tegengekomen. En nu moeten we elkaar meer op de inhoud tegenkomen. En dat doe je door met elkaar op te trekken. En dan zie je linksonder, zie ik relatieopbouw met regionale partners. Dat doe je door gewoon letterlijk in het echt te oefenen. Door elkaar letterlijk tegen te komen in de praktijk. Want anders blijf je toch behoorlijk in procesmatig met elkaar in gesprek. Ja, precies. Ja. Ja, dat was de laatste vraag, dus ik stop nou met delen. Van een vraag in de chat. Ja, dat is prima. Even kijken, geeft het document ook antwoord op de vraag hoe in de regio wordt samengewerkt, bijvoorbeeld de asbestketen? Nou, het document is nog niet zo gedetailleerd dat inderdaad voor elk toezichtspoor is uitgewerkt van hoe er wordt samengewerkt. Het geeft dus, wat ik heb aangegeven, de kapstok, maar... we hebben inderdaad wel ook asbestafspraken. Dus wat doet bijvoorbeeld de omgevingsdienst voor de gemeentes, of wat kan de omgevingsdienst doen? Dat ligt ook gewoon in de werkafspraken. Maar bijvoorbeeld, er wordt ook gekeken van hoe gaat het in andere regio's van Brabant? Hè? Dus zijn er bijvoorbeeld bedrijven bij ja, die het telkens fout doen? Ja, dan, even op de inhoud dan. Dan zul je misschien daar meer aandacht voor moeten geven. En niet zozeer moeten kijken van nou ja, wat is de impact van bijvoorbeeld een locatie in een kern van een dorp. Je gaat dan misschien met name naar de handelswijze kijken. Dus er zijn zeker afspraken over, zeker ook Brabant breed. Maar dat is echt wel de detaillering die daar dan nog wel bij hoort. Ja. En die er misschien ook al is. Nou, in ons geval al is. Ja. Ja. Ja, en het feit, je noemde het straks al, hè, we hebben in die samenwerking ook voor zowel de OTSO op de veiligheidsregio als de GGD productendienstencatalogus opgesteld. Vanwege dus de verandering in de wetgeving, dus de omgevingswet. En die zijn op dit moment worden die vastgesteld in alle drie de GR. Dus in die productendienstencatalogus staat ook nog een keer in. Ja, dan is nou ging het over asbest, maar zo zou je natuurlijk over heel veel onderwerpen dat kunnen vragen. Van wat hebben we nou daadwerkelijk in onze etalage staan? Want dat is een feit, die PDC. Ja. En willen we ook delen. Ja. Het is een digitale overigens, dat is wel heel mooi. Dus die dat gaan we ook doen. Ja, dus dan zorgen we ook voor jullie die ter inspiratie ook kunnen zien. Ja. Die van mij, mijn e-mailadres zit er al in. Maar ja. Ik kan ook met Pieter schakelen altijd. Dus, ja, zeker. En we hadden al, want ik kan nou wel die laatste dia weer openen, maar dat heeft ook weinig zin. Wij hadden geëindigd met, wij hopen dat jullie één stapje verder zijn ten opzichte van een uur geleden. Want los van de tijd, ik zie dat nou 4:10 is. Maar ja, tot zover ging onze presentatie. Tot zover klommen wij op de zeerkist in de hoop jullie een dienst daarmee te bewijzen. En punt. Dat was hem. Behalve als er nog vragen zijn. Ja. Dus
Nou, ja, graag gedaan. Ik zie dankjewel en graag gedaan. Dus ik hoop, ja, nogmaals, ik hoop dat jullie een stap verder zijn. Daar was het voor bedoeld. Dankjewel allemaal. Ja, en graag tot ziens. Hopelijk een keer fysiek. Ja.